Al 129 jaar is FC Dordrecht de voetbalclub van de Merwestad. En ook dit seizoen wordt er weer een poging gedaan voor het linkerrijtje. Maar wie zijn de jongens eigenlijk die de eer in het stadion op de Kromme Dijk verdedigen? RTV Dordrecht stelt ze deze zomer aan u voor. Mijn naam is Nicolas Agafiotis, ik ben 20 jaar, ik ben spits en ik heb bij FC Den Bosch en Vitesse gespeeld. Mijn contract liep af, ik had optie om te verlengen, maar toen hoorde ik dat Dordrecht interesse had en me een kans wilde geven op dit podium. En ik dacht van, klinkt goed. Ja, platform om in de eerste te spelen. En keukenkampioen divisie, volwassen voetbal, dat had ik wel nodig en dat had ik niet bij Vitesse. Voor hem komt Nicolas Agrafiotis, die tegen Fortuna nog doel trof. Een groot sterk spits, technisch ook en doel te maken is een kwaliteit. Het was er even wennen. Sinds het corona heb ik lang niet getraind met een teamverband. Dus het is wel lekker om weer met teamverband te trainen. En het is een goede training. Ik denk dat we als team kunnen gaan verrassen. Ik denk dat we een paar goede jongere spelers erbij hebben gekregen. En er zijn ook een aantal volwassene spelers die het al hebben laten zien op niveau. Dus ik denk als dat samenvalt dat we een goed seizoen kunnen worden. Ik denk dat we kunnen gaan verrassen. En veel doelpunten voor mezelf. Toch boven de 10 doelpunten uiteindigen dit seizoen.